Dan kijk ik hij dan. Je zou bijna zeggen dat er een onderbroek op je hoofd is. Hè, Jente? En Kai? Ik weet het niet hoor. Oh ja, en een clipje op je neus. Ook heel logisch. Maar dit was een gekke parade, toch? Ja, ongeveer wel. Ja, de gekke parade betekent dat niks Wie is... Wie is gewonnen met de gekke parade? Nee, parade is dat jullie gaan paraderen. En op... Nou, als ik moet zeggen, dan vind ik toch Jente de gekste van de gekke parade. Nee, Kai? Ik heb een grote piep. Piep? En ik kan toeteren met mijn piep. En dan komt er mijn terras uit mijn piep. Kan je erop liggen? Dan kan je slapen. Ja. En waar gaat de gekke parade naartoe, dames en heren? We gaan naar Spanje. Spanje? Ik denk en lopen, hè? Ja, oh, je eten zit daarin. Nou, ja. Er zit een gymschoen in. Een gymschoen, één gymschoen. Ja, ja. voor die andere voet, natuurlijk. Nou, daarvoor heb ik nog één sok. Oh, en nog één sok. Of een halve sok. Heb je nog ergens een handschoen? Handschoenen? Ja, in de schoenendoos. Wacht die. Want ik wil graag ook maar eventjes een andere. Ja, de handschoenen hebben we daar ik in de gangkast. Ik heb geen voet. In de gangkast? Yep. Ik kan op mijn voet liggen. Als je het wilt. Ah. Wat heb jij een groot voet? En kan je daar bij de schoenenmaker ook schoenen voor regelen? Ik heb een onderbroek, jongen. Schoenendoos! Haal van mij alsjeblieft een sok uit de schoenendoos. Ik bedoel, kijk, zo'n sok. Oké? Haal die.